Op weg naar een inbraakmelding in Veldhoven heeft een politiewagen vrijdagavond iets voor 8 uur een bromfietser aangereden in Hapert. De man is aan zijn verwondingen overleden. Op de provinciale weg N284 botste de auto met 2 agenten aan boord tegen de bromfietser. Dat gebeurde ter hoogte van de industrieweg. Een woordvoerder kon nog niet zeggen of de politie met hoge snelheid reed en of de wagen sirene en zwaailichten voerde. Vanwege de onpartijdigheid onderzoekt de technische recherche van de politie Brabant-Noord het dodelijk ongeval. De bromfietser werd op de plek van het ongeval verzorgd aan zijn verwondingen en gereanimeerd, maar dat mocht helaas niet baten. De identiteit van de overleden man is nog niet vrijgegeven door de politie.